helemaal. Maar hoe leuk dat ook. Vlak aan zee, daar ligt een mooie stad. Wel heel klein, maar toch gebeurt er zaad. Je verveelt je daar geen enkele dag, omdat je er fijn spelen mag. Maar hoe leuk dat ook is, soms gaat er iets mis. Dan moet de helden zich snel melden. Onze helden van de stad. Bella blust brand met haar brandweerspuit. Houd je politiewagen, zoekt het uit. En heeft Olivier eens even pech, dan is er gauw hulp onderweg. Dus als er iets fout zal gaan, komen zij er snel aan. Het zijn onze helden, die zich dan melden. Onze helden van de stad. Helden van de stad. De monstertruck. Publiciteit, Bonnie. Daar trek je pas klanten mee. Wat is publiciteit, Tante Betty? Iets om klanten mee naar binnen te lokken. Zoiets als een mooi ontbijtbord of gratis koekjes. Oeps, ik ben de ballonnen vergeten. Bonnie, kun jij opletten of de vogels mijn koekjes niet opeten? Ik moet even naar de winkel, maar ik ben over een paar minuutjes weer terug, goed? Oké, maar ik zat me een klein beetje af te vragen of ik er heel misschien zelf ook één zou mogen? Sorry, liefje, maar deze koekjes zijn alleen voor de klanten. Maar ik bak er straks ook wel een paar voor jou, dus pas je even op die schaal? Dat doe ik. Vogel, blijf er eens vanaf. Geef hem eens ongelijk. Ze ruiken heerlijk. Een klein hapje kan vast geen kwaad. Alleen even proeven. Verrukkelijk. Het zijn heel veel koekjes. Als ik er eentje opeet, mist ze dat echt niet. Of twee. Of drie. Oh nee, ze zijn op. Tante Betty wordt vast heel boos op me. Ik heb de ballonnen. Bedankt dat je op mijn Wat? Bonnie, hoe kun je dat nou doen? Ik was het niet. Iemand heeft ze gepakt. Hoe bedoel je iemand? Niet iemand die we kennen. Een vreemdeling. Een golfkar met een enge stem. Wat is er met een vreemdeling? Die heeft volgens Bonnie mijn koekjes gestolen. De bruut! Wie is een bruut? Een enge vreemdeling. Golfkarren zijn over het algemeen niet eng, Bonnie. Maar dit was een grote golfkar. Hoe groot? Echt heel groot, zoals een truck. Wat zegt dat meisje nu? Een truck heeft haar bedreigd. Monsterlijk. Precies, een monstertruck. Maar stel je nou toch eens hierbij voor. Hierbij monsterlijk toch? Rustig nou allemaal. Dit is een noodgeval. Ik ga de alarmcentrale bellen. Met de alarmcentrale? Ja. Oh, juist ja. Over en sluiten. Er is iemand beroofd bij Betty's bloemenwinkel. Dan moeten we daar meteen heen, Paltje, want het is tijd voor actie! Oké, rustig maar. Wat is er gebeurd? Een grote, rode, grommende monstertruck heeft de koekjes gestolen van Bonnie. Is dat waar, Bonnie? Ja, hij had gloeiende koplampen en vlammen uit zijn uitlaat. Woosh! Ik zei dat hij de koekjes niet mocht hebben, maar hij duwde me opzij. Nou ja, zeg, hij duwde echt voor de Bonnie, mee. Je hebt je heel dapper gedragen en ik ben echt heel trots op je. Wauw, ik ben een held.
We moeten allemaal opletten of we hem ergens zien. En als je hem ziet, bel dan ogenblikkelijk de alarmcentrale. Ja, dat moet ik doen. Liefje, het spijt me dat ik je heb achtergelaten bij dat vreselijke monster. Maar gelukkig mankeer je niets. Het is mijn schuld dat iedereen zich druk maakt om monsters. Maar ik kan niet zeggen dat ik het was. Ze zullen het zo wel weer vergeten zijn. Ha, ha. Ik zeg het je, het was een monstertruck. Zo'n hele vreselijk. Oh ja? Daar, echt. Het is wat zweer het je. Heeft iemand die monstertruck al gezien? Nee, nog niet, Betty. Ik ook niet, helaas. Stel je voor, een hongerig monster dat door onze stad struint. Klaar om onze toetjes te stelen. Wij moeten onze koplampen goed openhouden. Zie je? Benny is klaar voor deze dief. Als hij zich vertoont, gooi ik deze taart in zijn gezicht. Dat is hem! Wow! Yummy, mijn lievelingssmaak. En zo in mijn snaveltje. Jongens, deze monstertruck heeft ons zo opgejaagd dat we nu elkaar bijna te lijf gaan. Dus het lijkt me veiliger als iedereen de monstertruckjacht aan ons overlaat. Wat is het plan? Bella, Gerrit en ik zetten een val aan de rand van de stad om de monstertruck te vangen. Ja, echt waar. Tot we de mysterieuze monstertruck vinden, willen we graag dat iedereen thuis blijft. Ja, dat is diep genoeg, Gerrit. Paaltje, het zeil. En nu, om die stoute koekjesdief in onze val te lokken, een bord met lekkere koekjes. Bedankt, Gerrit. Ga maar naar huis, dan wachten Paaltje en ik bij de alarmcentrale. Wauwie, waar is iedereen toch? Vreemd. Van de hele dag slapen op je werk krijg je trek. Ik tref het. Help! Help! Wanneer zouden ze doorhebben dat het helemaal geen monster is? Help! Is er dan niemand die dat hoort? Ik ga maar snel kijken. Help! Robbie! Hè? Alles goed met je? Wat een modderbende. Het is vreselijk. Hoe komt dit gat hier? De monsterval. Oh, Robbie, het spijt me zo. Dit is allemaal mijn schuld. Nou, ik zak langzaam weg. Dus ga hulp halen. Oh, en een glaasje melk graag. Kom vlug. Robbie zit in een val en hij zakt weg. Bonnie, ik vind het heel dapper dat je naar ons toe komt, ondanks de noodsituatie. Ik ben niet dapper, want er is geen monster. Dat heb ik verzonnen. Bonnie, Robbie is nu in gevaar door jouw leugen. Oh. Maar dat komt later nog wel, Bonnie. Want nu is er werk aan de winkel. Tijd voor actie! We zijn er, Robbie. Wikkel deze slang om je heen. Ik ben er klaar voor. Ah, jullie kwamen precies op tijd. De koekjes waren op. Kom, we brengen jullie naar huis en ruimen deze troep op. Luister goed allemaal. Er is geen monster. Is er iets wat je aan iedereen moet vertellen, Bonnie? Oké, vooruit. Ik heb het monster verzonnen omdat ik alle koekjes van tante Betty had opgegeten. Zoiets doet iedereen wel eens. Ik heb eens ijs gegeten en mijn broer de schuld gegeven. Ja, ik reed een keer modder over de vloer, maar toen heb ik de hond de schuld gegeven. Dat kan wel zo zijn, maar liegen is natuurlijk fout. Want een leugen is net als een brand. Hij wordt steeds groter totdat hij uit de hand loopt. Het spijt me dat ik jullie bang heb gemaakt. Ik beloof dat ik niet meer zal liegen. Ik ben super trots dat je de waarheid hebt verteld, Bonnie. En ik ben blij dat die enge monstertruck niet bestaat. Ik wil nog één ding zeggen.
Kom allemaal naar de bloemenwinkel van Tante Betty. Want de uitverkoop gaat door. Als ik niet beter wist, dan zou ik zeggen dat Betty nog nooit zulke goede publiciteit heeft gehad als door dit monsterverhaal.